Welkom bij de kennisclip voor werkplekbegeleiders. Deze keer gaat het over vragend opleiden. Wat je vooral wel moet doen is eigenlijk het aanzetten tot zelfreflectie. Van waarom doe je dit? Wat voor gevolg heeft het? En wat zie jij dat er gebeurt? En is dat wat je wou wat er moet gebeuren? Wat je vooral niet moet doen is zeggen wat hij precies moet doen. Of dit doe je absoluut niet goed. Lesgeven is een manier die bij je moet passen en die kan je niet kopiëren. Ik begin ieder gesprek met mijn studenten van alles wat je niet vraagt, kan je zeker niet krijgen. En dan hoop ik maar dat ik kan brengen wat ze wel vragen. Vragen te opleiden betekent dat de ervaringen, de puzzels, de gevoelens van de student centraal staan in de begeleiding. Dat betekent luisteren, luisteren, nog eens luisteren, om vervolgens een aantal verhelderende vragen te stellen. En ingaan op positieve ervaringen. Heel belangrijk. Het gaat erom de kern van de ervaring van de student te zoeken, noemen we ook wel het dominante thema. Iets inbrengen mag zeker vanuit je expertise als begeleider. Zeer helpend voor de student. Wat heel erg belangrijk is aan het begeleiden van de student, is dat je goed kijkt naar de behoeften van de student. Waar staat de student op dat moment en wat heeft hij nog nodig om te groeien? Wat je echt niet moet doen, is dat je de student te snel loslaat. Wat ik een dominant thema vind bij studenten, waar ze tegenaan lopen, is eigenlijk dat het vak ondergeschikt is aan het docentschap. En waar ik dat dan in terugzie, is dat ze heel erg bezig zijn dat de relatie met een leerling heel erg belangrijk is. In plaats van dat het vak eigenlijk ondergeschikt is.